In speelronde 21 van de Eredivisie gaat Feyenoord aanstaande zondag op bezoek bij FC Twente. Dat in 2017 zes punten pakte uit drie duels. En afgelopen zondag een knappe 2-1 zege boekte bij PEC Zwolle. De ploeg van trainer René Haken staat op dit moment achtste in de Eredivisie. Bij FC Twente tegen Feyenoord gaan de ogen glinsteren van Tony Villena, die in het seizoen 2011-2012 als 17-jarige indruk maakte tijdens zijn basisdebuut voor Feyenoord in de 2-0 zege op de Tukkers. Tony is niet de enige Feyenoorder geweest die zich in dit affiche liet gelden tijdens zijn eerste basisoptreden. Zo gunde Wim Jansen op 8 december 1991 de jonge Marciano Schultz een plek in de hoofdmacht. En dat vertrouwen betaalde onze huidige jeugdtrainer direct uit met de openingstreffer in het Diekmanstadion. En debutant Chongguk Song kon zich geen betere Rotterdamse entree wensen met twee mooie assists in de prachtige 5-1 zege in Enschede in 2002-2003. FC Twente tegen Feyenoord is in 60 jaar Eredivisie 50 keer eerder gespeeld. En dat leverde 15 Rotterdamse zegens op, 21 puntendelingen en 14 verliespartijen. Het doelsaldo is licht in het voordeel van de Enschedeers. SC Twente scoorde 71 keer en Feyenoord deed dat 69 keer. In de jaren 60 begint onze geschiedenis met FC Twente en dan treffen de club uit het oosten van het land 5 keer in Enschede. De belangrijkste ontmoeting uit onze clubhistorie is die in het seizoen 1968-1969 als Feyenoord zich in Enschede opmaakt voor haar 8e landstitel. Veldhoek, Jansen. De Vries blijft staan en dan gaat Kindval helemaal alleen om de keeper heen. Leeg doel. En een goal. 29e minuut, daar hebt u de maker. Kindval bleef niet staan omdat het buitenspel was, maar ging door en het was ook geen buitenspel. En Feyenoord leidt met 1-0. En nu vermoed ik dat scheidsrechter Van der Grocht de bal in zijn handen gaat nemen en afsluiten. En dat houdt in dat Feyenoord landskampioen is na met 1-0 gewonnen te hebben van de FC Twente dankzij een doelpunt van Overkienval, een doelpunt dat geen buitenspel was. Een decennium later liggen de amusementswaardes van FC Twente Feyenoord een stuk lager. In 9 duels vallen er maar 13 doelpunten en dat resulteert in 5 gelijke spelen, 2 zegens en 2 nederlagen. In de jaren 80 zijn de duels tussen de Enschedeers en de Rotterdammers veel doelpuntrijker. Zo gaan we 3 keer hard onderuit, maar daartegenover staat de spectaculaire 3-7 zegen in het voetbaljaar 1981-1982. En 4 seizoenen later zijn we ook heer en meester in het Diekmanstadion. Hoekstra verlengt op rep. En de opening voor Feyenoord. 6e minuut, 2e helft, Johnny Rep. Tamata. Dit is de kans voor Feyenoord om misschien de wedstrijd al te beslissen in een 3-3 situatie. Met Rep en Eriksen. En ja hoor, het is zover. 0-2. Oh, Eriksen, wat speelt die Koopman daar mooi uit. En nu, Troost kan het gat uitzoeken. Barendse, en zo is het ook 0-3. Birkendaal. Roort, het was niet netjes wat hij tegen Tamata deed, maar die blijft in balbezit. Hoekstra. Tamata. Ja. Het verschil is minimaal, maar het Rotterdamse voordeel is in de jaren 90 weer terug in Enschede. Feyenoord wint 3 keer, leidt 2 nederlagen en 6 keer spelen we gelijk. Na de eeuwwisseling treffen we de Tukkers in hun eigen huis 16 keer. En dan moeten we vaker ons meerdere erkennen in de tegenstander van komende zondag. 7 keer is de Rode Brigade uit het oosten te sterk voor ons. 5 keer pakken we de volledige buit. En 4 keer stappen beide teams met een punt van het veld af. FC Twente Feyenoord is voor diverse spelers ook een bijzonder weerzien. Bij de Tukkers treffen we oud-Feyenoorder Camogelo Mokoccio en Feyenoorders Renato Tapia, Karim El Amadi en Eljero Elia nemen het ook op tegen hun oude club.
Laatstgenoemde had vorig jaar een groot aandeel in de belangrijke zege in de Grolsvesten. Elia, dat is een gelukje, maar het pakt wel goed voor hem uit. Elia met de versnelling tussen twee man door, terugleggen. En de openingstreffer is van Kramer. Na een voortreffelijke actie met een beetje mazzel van Elia. We zijn aan het einde gekomen van deze FC Twente versus Feyenoord. Zondagmiddag om 2:30 begint de 51ste editie. En dat duel is live te zien op Fox Sports 1.